Je ziet steeds meer zonnepanelen in Nederland. Maar wat veel mensen niet weten is dat zonnepanelen maar een deel van het zonlicht omzetten in energie. Dit kan veel beter. Hoe halen we alle energie uit de zon? Dit is de Universiteit van Nederland. Fossiele brandstoffen raken ooit een keer op, maar de zon blijft iedere dag schijnen. Daarom zijn elektriciteit en warmte die door zonne-energie opgewekt worden vormen van duurzame energie. Het is dus zaak om zoveel mogelijk gebruik te maken van zonne-energie, want voor niks komt de zon op. En daarbij is het vermogen van zonne-energie ook echt enorm. De zon straalt per dag 7000 keer meer energie naar de aarde dan wij als mensheid op een dag kunnen gebruiken. In 1 uur is dat ongeveer net zoveel als wij wereldwijd in 1 jaar verbruiken. Dat is echt ongelooflijk. Dus, als we van dit stukje in de Sahara 1 grote zonne-energiecentrale zouden maken, levert dat voldoende energie op om de hele wereld van stroom te voorzien. De potentie van zonne-energie is dus gigantisch. En daar moeten we meer gebruik van maken. Natuurlijk staan we wel voor uitdagingen. Want de meeste zonaanbieders weten wel dat Nederland niet per definitie bekend staat om de hoeveelheid zonstraling. Het is daarom van extra belang dat we goed werkende zonnepanelen ontwikkelen die optimaal gebruik kunnen maken van het inkomend zonlicht. En het zou natuurlijk leuk meegenomen zijn als ze er ook nog een beetje mooi uitzien. In dit college wil ik jullie graag uitleggen hoe dat kan. Hoewel veel mensen zeggen dat een enigszins bewolkte dag een verloren dag is voor het opwekken van zonne-energie, is dat gelukkig onzin. Ook op die dagen kunnen we zonne-energie opwekken. Maar er bestaat inderdaad wel een verschil. Dit komt omdat zonlicht op aarde 2 verschillende verschijningsvormen heeft, namelijk directe en diffuse instraling. Directe instraling is direct licht van de zon dat in een rechte lijn naar de aarde gestraald wordt. Bijvoorbeeld op een kraakheldere dag is het aandeel directe instraling ongeveer 80%. Diffuse instraling is zonlicht dat door de atmosfeer verstrooid is geraakt. Het zonlicht dat door een zonnepaneel ontvangen wordt, komt dan van alle kanten. Dit is vooral het type instraling waar wij in Nederland mee te maken hebben. Wanneer het bewolkt is, kan al het zonlicht diffuus zijn. Maar ook op de meeste zonnige dagen in Nederland is het aandeel diffuus zonlicht zeker zo'n 30%. Op die dagen met veel diffuus zonlicht komt er dus inderdaad wel minder zonlicht op ons af. Maar dat betekent niet dat het niet bruikbaar is. Het betekent alleen wel dat we efficiënter ermee moeten omgaan. Zonlicht, of het nu direct of diffuus zonlicht is, bestaat uit een bundel aan deeltjes. We noemen dat fotonen. Een foton is een pakketje met energie. En per seconde komen er per vierkante meter ongeveer 1 triljard fotonen op aarde neer. Die pakketjes energie willen wij dus opvangen, zodat we ze kunnen omzetten naar elektriciteit en gebruiken voor onze energievoorziening. Dat zonlicht in spanning omgezet kan worden, werd bij toeval ontdekt in 1839 door de toen 19-jarige Franse natuurkundige Edmond Becquerel, toen hij aan het experimenteren was in zijn vaders laboratorium. Dit werd het fotovoltaïsche effect genoemd. Dit lijkt een heel lastig woord, maar het is een samenstelling van het Griekse woord foton, dat licht betekent, en voltaïsch, dat staat voor elektriciteit. Toch duurde het meer dan 100 jaar voordat de eerste zonnecellen ontwikkeld werden bij Bell Telephone Labs. Dit gebeurde aan het begin van de 50 jaren. Deze zonnecellen waren gemaakt van silicium en werden Bell Solar Batteries genoemd. Maar omdat ze zo duur waren, werden ze alleen maar gebruikt in hele dure zonnepanelen. Bijvoorbeeld in die van satellieten. En niet zomaar als zonnepanelen op je dak. Ondertussen is er veel veranderd. Tegenwoordig zijn de kosten van zonnepanelen zo laag dat ze goedkope elektriciteit kunnen opwekken. Goedkoper dan die uit een kolencentrale. En daardoor kunnen ze inzetten waar ze oorspronkelijk door Bell Telephone Labs voor bedoeld waren. We gebruiken nu nog steeds het principe van Becquerel. En het werkt goed. Maar nog niet goed genoeg. Want met deze zonnepanelen gebruiken we niet al het inkomende zonlicht. Dat wil zeggen, een deel van het licht wordt opgevangen en er wordt dan vervolgens stroom meegemaakt, maar ook een groot deel gaat verloren. En dit komt omdat zonlicht bestaat uit verschillende typen fotonen. Met sommige fotonen kunnen heel goed elektriciteit opwekken en met andere fotonen lukt dat minder goed of juist niet. Zoals ik al eerder zei, is een foton een klein pakketje met energie. Maar niet elk foton is hetzelfde. Er bestaan namelijk fotonen met veel energie en fotonen met weinig energie. En die verschillen tussen deze fotonen kunnen we heel mooi zien. De hoeveelheid energie van een foton gaat namelijk gepaard met een bepaalde golflengte waarmee het foton zich voortbeweegt. En die golflengte gaat weer gepaard met een specifieke kleur die wij als mensen kunnen waarnemen. Zo vormen de verschillende fotonen een heel kleurenspectrum in het zonlicht. Elke kleur heeft zijn eigen golflengte. Fotonen met lange golflengte neigen naar de kleur rood, terwijl fotonen met korte golflengte er voor ons oog blauw uitzien. Dus hoe korter de golflengte,
des te meer energie het foton bevat. Blauwe fotonen hebben daarom een hele korte golflengte en bevatten veel energie. En rode fotonen hebben een lange golflengte en bevatten veel minder energie. Fotonen met hele lange golflengte worden infrarode fotonen genoemd. Je kan ze niet zien met je oog, maar ze zijn er wel, in hele grote hoeveelheden. Het spectrum dat we op aarde ontvangen is niet constant. Het verandert continu, de hele dag door. En die verandering is afhankelijk van de positie van de zon en de samenstelling van de atmosfeer. Hier zie je zo'n zonnespectrum, voor zonnige dag met wat bewolking in juli. Je kan zien hoe, terwijl de zon opkomt, de hoeveelheid zonneinstraling van het spectrum in de loop van de dag toeneemt tot een bepaald maximum. En daarna langzaamaan weer afneemt. Samenvattend, die fotonen zijn dus eigenlijk pakketjes met verschillende hoeveelheden energie. En die verschillen worden zichtbaar door het zonnespectrum, waarin je verschillende kleuren kan zien. En die pakketjes met energie wil je in principe met zonnepanelen opvangen om daarmee stroom op te wekken. Maar hoe gaat het in zijn werk? Een zonnepaneel kan van verschillende materialen gemaakt zijn. Echter, het meest voorkomende materiaal is silicium. Waar Bell Labs de eerste zonnepanelen in de jaren 50 ook al van maakte. Maar het materiaal werkt niet bij elke golflengte of fotonenergie even goed. Sommige golflengtes kan hij gemakkelijker omzetten naar energie dan andere golflengtes. Oftewel, sommige fotonen worden effectiever omgezet in elektriciteit dan andere. En in deze grafiek kan je dan zien welke kleuren zonlicht het beste omgezet worden in elektriciteit door deze zonnepanelen. Je ziet bij het rode gedeelte van het spectrum een enorme piek. Daar wordt meer dan 90% van de fotonenergie omgezet naar bruikbare stroom. Dat is echt heel erg veel. Dit geldt ook voor de enorme hoeveelheid infrarode fotonen. Je weet wel, dat zijn de fotonen die je niet met blote oog kan zien. Terwijl van de blauwe fotonen daarentegen maar een klein deel van de energie omgezet wordt in stroom. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk helemaal niet zo goed gebruikt worden in het zonnepaneel. Hoewel de rode fotonen dus zelf minder energie bevatten, kunnen we er wel veel meer opvangen en ze veel beter omzetten in stroom. En daardoor zijn rode fotonen extra waardevol voor ons. Bij de blauwe fotonen gaat best veel energie verloren en dat is zonde. Maar eigenlijk willen we dat deel van het spectrum ook gebruiken. Om dat te kunnen doen, zou je het spectrum van het inkomende zonlicht kunstmatig kunnen veranderen. Zodat de golflengtes precies geschikt zijn voor het omzetten van stroom in het gebiedje waarin zonnepanelen optimaal functioneren. Je zou dus bijvoorbeeld blauwe, groene en gele fotonen om kunnen zetten en kunnen transformeren naar rode fotonen. Dit gebeurt met behulp van bijzondere kleurstoffen, die we dan als een extra laagje toevoegen aan het zonnepaneel. Deze kleurstof absorbeert fotonen in het blauwe deel van het spectrum en zet de fotonen vervolgens om in het rode deel van het spectrum. De fotonen worden zo naar het deel van het spectrum geduwd waarin zonnepanelen het beste elektriciteit kunnen opwekken. Dit soort kleurstoffen kunnen we heel mooi toevoegen aan zonnepanelen. Je kunt ze bijvoorbeeld goed toevoegen aan de transparante laag die bovenop zonnecellen is aangebracht. En die is trouwens ook nodig om ze te beschermen tegen vocht en harde klappen. Dit ziet er dan zo uit. Zoals je ziet komt er van boven zichtbaar licht door deze transparante plaat. En door de kleurstoffen die in deze plaat zitten, komt het licht aan de andere kant er dan weer uit met een roder spectrum. Dat zie je dan als rood licht. Nou, het fijne van die kleurstoffen is dat je ze niet per se hoeft te mengen met een transparante laag. Je kan ze er namelijk ook bovenop aanbrengen door er bijvoorbeeld mee te printen. En dan kan je er in principe mee tekenen. Zoals bijvoorbeeld met deze bloem. Die heb ik zelf getekend en die is daarna geprint op deze transparante laag. Dit heeft hetzelfde effect. Het zorgt ervoor dat het zichtbare licht van het zonnespectrum beter geschikt is voor zonnepanelen om er stroom mee op te wekken. En het ziet er ook nog leuk uit. Je denkt misschien dat we de zijkant van deze transparante plaat rood geverfd hebben. Maar dat is niet zo. Wat je nu ziet is het licht dat door deze bloem omgezet is naar een rood spectrum. In de toekomst hebben we dus misschien wel meer gekleurde zonnepanelen op ons dak liggen. Om nog meer en nog efficiënter gebruik te maken van zonne-energie. En dit brengt heel veel nieuwe mogelijkheden met zich mee. Ten eerste kunnen we zoveel optimale gebruik maken van het inkomende zonlicht. Maar daarnaast laat het ook de kleurrijke kant van zonne-energie zien. Waardoor je er mooie zonnepanelen mee kan ontwerpen. Bijvoorbeeld, als je kleur kan aanbrengen, kan je dit soort zonnepanelen in buitenmuren van gebouwen integreren. Zodat ze daar stroom opwekken voor zo'n gebouw. Dat ziet er veel beter uit dan beton of een standaard zonnepaneel. En ook als je met kleur kan printen in een zonnepaneel, dan kan je allerlei afbeeldingen aanbrengen in zulke zonnepanelen, zoals hier wordt gedaan.
Je kan natuurlijk ook nog veel meer andere dingen doen met zonnecellen. Je kan ze flexibel maken, je kan ze buigen of in een bepaalde vorm snijden, waardoor allerlei bijzondere toepassingen ontworpen kunnen worden. En daarvan zie je hier een aantal mooie voorbeelden. Je kan zonne-energie opwekken in het oppervlak van auto's, in kleding en producten, zodat ze zelf hun eigen stroom kunnen opwekken. In principe kan ieder oppervlak zonne-energie opwekken. Dus, hoewel Nederland geen zonovergoten land is, kunnen we met nieuwe technieken zonnepanelen nog veel beter en ook nog veel mooier maken. Ik word daar direct weer enorm enthousiast van. Want hoe mooi zou het zijn als we met z'n allen gebruik kunnen maken van deze gigantisch mooie energiebron, de zon. Dank je wel.